kan toch niet, man. Dames en heren, jongens en meiden, een hele goede morgen. Welkom terug op mijn kanaal. En vandaag weer een nieuwe mooie wegloopprogramma met de krachtigste Maserati Levante Trofeo. Veel carbon, veel zwart en het belangrijkste waarschijnlijk, een V8 afkomstig van Ferrari. En hiernaast bestaat Aaron Reinders met een straightpipe Audi RS6. Doe nog maar een keer hoor. En we hebben dus een hele mooie weg voor ons. We gaan ongeveer kijken wat er nou beter rijdt op deze weg. Het is waarschijnlijk de meest nutteloze vergelijk die je ooit gaat zien. Maar dat maakt niet uit. We hebben allebei onder de motorkap een V8 met turbo's. Ik heb 580 pk, 730 Nm aan koppel, 0-100 in 4,1 seconden. Ja, en hij is wel duur. Ik denk dat we gewoon moeten gaan rijden. Dan gaan we het erover hebben. En die carbon fiber flippers, jongens, ik heb het ook in mijn vorige video gezegd. Er is iets rondom de cockpit, het gevoel bij een Maserati. Italianen natuurlijk, ze weten gewoon hoe ze het moeten doen. En het is misschien niet het meest up-to-date, maar als je erin zit, je voelt gewoon dat het speciaal is. Dit is dus top of the range Levante. En de jongens en meiden die dit kanaal al langer volgen, die hebben me al een keertje gezien in de Levante SQ4. De auto waar mijn buren het nog steeds over hebben. Tjoh, maar dit doet er nog een schepje bovenop. Geen V6, een V8. En die downshifts. We hebben dus de carbon fiber flippers die altijd op dezelfde plek blijven. De motorkap met van die grote happers erin. Veel carbon fiber op het exterieur. Ja, en we rijden hier, jongens. Dat klikken van die pedals. Tot 7000 toeren ruim. Ook echt vies. Zar als je erachter rijdt. En vaak heb je natuurlijk met flippers dat je ze soms kwijt bent, zoals ik dus net zei. Ze zitten niet alleen op dezelfde plek, dus je weet altijd dat de rechterkant opschakelen is. Je weet ook dat je er altijd bij kan. Kijk hoe lang dit is. Als ik hier al gewoon om 9 en 3 uur heb, dan kan er nog gewoon een hele hand boven. Als ik mijn hand op 1 uur zou hebben in een bocht, kan ik nog die flippers aanraken. Versnellingsbak daarentegen. Het is niet de snelste versnellingsbak. Keramisch remmen is ook een optie. Die is er niet voor deze auto, dus het is geen optie. En je kan er alles aan doen in deze auto om je gewoon thuis te laten voelen. Ik kan zelfs hier met een knopje op mijn stoel de pedalen iets naar me toe halen om de zitpositie nog meer te bevorderen. Ik kan de stoel heel laag zetten, wat best wel uniek is voor een SUV. En dat is toch echt een soort typisch Italiaans die gewoon net weer een stapje extra zetten om gewoon een rijders SUV neer te zetten. We've been so
vind het oprecht knap dat... Maserati dit doet met een SUV, want dit is echt iets... Er zijn natuurlijk verschillende merken die het proberen. Maar Maserati, of van origine een racemerk. En die passen dat DNA van het racen gewoon toe in zo'n auto. Er is alleen één waarschijnlijk groot probleem met deze auto. En ik noem het aan het begin van de video. Aan het begin van de video noemde ik het. En zijn prijskaartje. De vanafprijs van een Maserati Levante Trofeo. Normaal is het hoogste en het krachtigste model van de Levante. Hieronder zit de GTS, daaronder heb je de SQ4, etcetera, etcetera. Maar deze auto, waar wij mee op pad zijn, met best wel wat standaard dingetjes. 22 inch lichtmetalen velgen, veel carbon accenten, zwart, etcetera, etcetera. Vanaf 240.000 euro. Deze auto, en ja, het is heel vet, maar 240.000 euro. Dat is, om je een idee te geven, 40.000 euro duurder dan waarschijnlijk zijn grootste concurrent. Heeft zijn concurrent zulke flippers? Nee, heeft zijn concurrent zo'n onwijs gaaf logo? Nee. Maar toch jongens, 240.000 euro voor een SUV. We hebben het niet over een diehard sportauto. We hebben het over een SUV die je waarschijnlijk dagelijks gaat rijden. Ja, en eigenlijk natuurlijk het enige wat nu nog belangrijk is, wat ontbreekt in deze video, is een tunnel. Dus die hebben we ongeveer. Kijk, sowieso dit jongen. Iets verlaagd. Alles zwart. 1035 Newtonmeter. En straight pipe. Dat doe ik allemaal voor jullie, hè? Niet voor mijn eigen oren. En plezier. Ik denk zonder dolle dat dit het meest bizarre is wat ik ooit heb gehoord. We hebben al een keertje een video opgenomen met een straightpipe Audi RS6. Maar hij heeft me net verteld dat ze hier ook nog iets hebben gedaan. Dat hij net wat langer benzine inspuit. Dat het nog net iets langer en heftiger knalt. Kan toch niet, man? Is het ook. Holy shit jongens, ik denk dat dat oprecht een heel mooi einde is. Ik zou me bijna niet kunnen denken aan een mooier einde van een video. Ik wil jullie uiteraard wijs bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet de video niet te liken. Laat in de reacties weten wat jij zou nemen. Ga je voor een Maserati of voor een straightpipe Audi RS6. Vergeet Aaron trouwens niet te volgen op Instagram. Heel veel toffe content, alles in de beschrijving. Ja, dat.
is echt... Ik zie jullie heel erg snel.